Welkom bij deze Microsoft Teams tip. Mijn naam is Ralf Hillebrand en in deze Teams tip ga ik je laten zien hoe je toch breakout rooms in een Teams omgeving kan krijgen. Eerder vandaag heb ik je laten zien dat die mogelijkheid er nu zit, maar alleen nog via Outlook. Alleen ik heb een workaround gevonden waardoor het toch ook in een Teams omgeving beschikbaar is. Ik ga het je laten zien. Je ziet het al een beetje aankomen. Maak gewoon een Teamsvergadering aan in je agenda door een nieuwe Teamsvergadering aan te maken. En daar nodig je helemaal niemand voor uit. Die zet je gewoon op een bepaalde tijd in je eigen agenda. En als je die dan opent, dan kan je de link daarvan met de rechtermuisknop, kan je zeggen, hyperlink kopiëren. Vervolgens ga je naar de Teamsomgeving en het kanaal waar je er van de breakout rooms gebruik wil maken. En plaats je, zoals ik hierboven heb laten zien, gewoon een mededeling met het tijdstip waarop je elkaar hier zal treffen. En op het moment dat iedereen die in deze Teamsomgeving zit, deelneemt aan de vergadering, zal je zien dat je de beschikking hebt over de breakout functie. Hoe fijn is dat? Daar zit hij. En ik heb hem getest. En het werkt. Enig nadeel is dat de chathistorie, die blijft niet in dit team zichtbaar, maar die wordt zichtbaar uiteraard als een aparte chat. Want je werkt uiteindelijk toch via Outlook eigenlijk, maar dan geplaatst in het team. Ah wel, je begrijpt het, maar het werkt. Dus je kan met grote groepen aan de slag. Heel veel succes, plezier. Laatste opmerking, het werkt alleen nog op Microsoft computers. Apple gebruikers kunnen deelnemen via hun iPhone. Dan werkt het wel, weten we ondertussen ook. Geniet ervan.